Mensen van hetzelfde geslacht mogen vanaf nu trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Want hoewel die eilanden een onderdeel zijn van het Nederlandse Koninkrijk, was het homohuwelijk daar tot nu toe illegaal. De LHBTI-gemeenschap op Curaçao reageert blij en opgelucht. Geen voetbalwedstrijd op een groot scherm. Hier keken ze live naar de rechtbank. De uitspraak van de Hoge Raad. Wij zijn ver van elkaar verwijderd. Maar dankzij de livestream op dit moment ook nauw met elkaar verbonden. Al jaren voeren ze actie voor het huwelijk, homohuwelijk. Maar politiek en kerk blijven zich verzetten. Nu oordeelt de Hoge Raad dat het niet verboden mag worden. Dit besluit betekent dat in een land waar je mag trouwen en waar dat bekrachtigd wordt door de wet, dat we niet meer pikken dat we ons zouden moeten schamen. Dat we niet meer pikken dat het duivels is. Nou, geweldig. Ik heb geen woorden. Ja, ik ben woordeloos, maar heel erg blij. En zij willen nu zo snel mogelijk in het huwelijksbootje stappen.